Wanneer je op zoek gaat naar allerlei moois voor in en om je huis, weet je vaak niet waar je moet beginnen. Want ja, je wil het liefst alles onder één dak, maar wel iets unieks. Nou, om ideeën op te doen ga ik langs bij Jo Benelli Home & Living. Leo, mensen willen tegenwoordig echt unieke producten in en om het huis, toch? Vroeger schaften mensen echt het totaalconcept aan. En dan zag je 10 uit een dozijn zag je in de winkel zag je terug. En nu gaan ze meer het unieke stuk zoeken, zo op het unieke meubelstuk. Een tafel op maat, raamdecoratie op maat. Dus daar komt wel heel wat vakkundigheid bij kijken, neem ik aan. Ja, absoluut. Dus het is ook echt zo dat je moet zorgen dat je de unieke stukken in huis hebt. Dat je niet hetzelfde hebt als wat je overal kan krijgen. En waar haal je die unieke producten nou vandaan? Ja, we reizen echt heel de wereld over op zoek naar die producten. Tuinmeubelen zijn we weer in Vietnam geweest, we zijn in China geweest. We gaan naar Indonesië, Bali, echt heel de wereld over. Raamdecoratie, dat halen we in Europa, maar ook bijvoorbeeld gewoon in Nederland. Dus ieder product, ieder meubelstuk heeft zijn eigen verhaal? Ja, absoluut. En daarom is het ook zo leuk dat je zelf alles gaat inkopen. Dan hoor je die eigen verhalen en dat kan je ook weer aan de klant vertellen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die verhalen. Nou, we hebben heel veel meubelen met leuke verhalen. En Erik kan er wel wat over vertellen. Hallo Iris. Nou, Leo die zei mij dat jij mij de verhalen achter de meubels wel kunt vertellen. Klopt ja. Deze stoel waar je nu in zit stond vroeger bij mijn oma. En die hebben wij ontwikkeld zeg maar voor buitenmeubilair. En deze kun je ook buiten laten staan, weer in winter. Oh leuk. En hij is inderdaad lekker retro. Klopt. Ja. Uit de jaren 60. Leuk. Maar er is vast nog wel meer. Ja hoor, kom maar mee. Kijk Iris, hier hebben we bijvoorbeeld sloophout krukjes. Ja. Die worden gemaakt van oude boten. En het leuke is, als je daar bent, kan je het zien hoe het gemaakt wordt. Oh, leuk, ja. En daarnaast maken ze dan van oude bielzen mooie spiegels. Allemaal leuk, ja. Oh, en raamdecoratie. Klopt, ja. Als je bezig bent met je interieur, ja, dan mag mooie raamdecoratie niet ontbreken bij je huis. Nee, zeker weten. Ja, ik vind het heel erg leuk om in de showroom rond te lopen en alle verhalen te horen. Maar niet iedereen heeft er natuurlijk tijd voor. Nee, klopt. Maar je kan ook online alle producten terugvinden en alle kleuren. Oh, nou, dat is goed om te weten. En heb jij dan ook nog een laatste tip voor ons? Ja, als je toch bezig bent met internet, online, aankopen met je raamdecoratie, kun je altijd gratis kleurstalen aanvragen. En dan kun je altijd kijken of het matcht met je huis. Oh, dat is goed om te weten. Ja. Dankjewel voor de tip.